Hallo beste kijkers van Inner Game Reviews. Ik ben Mike en ik ben alleen. Maar vandaag speel ik Moonwalker. Let's go! Alle games HD, wat moet je ermee? Waarom hebben alle games een moeilijke gameplay? We gaan terug naar de oldschool, terug in de tijd. Retro games. Zonder Ian, maar met Mike. En ik speel het op de Sega Genesis. Oké dan. Eén speler. Round 1, Club 30. Komt-ie. Kijk, daar is hij dan. Pats, muziekje erin. Dit spel is ook mede ontworpen door Michael Jackson zelf. Hij heeft er natuurlijk ook al zijn moves erin gegooid. Gaat ie. Als ik die move doe, dan gaat er een beetje leven van af alleen. En de bedoeling is dat je alle kleine meisjes red. En natuurlijk kan je ook de moonwalk. Oh. I'm okay, Annie. Gedood. Bam! De stoel tegen ze. Een ding aangooien. Nog één gevonden. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Hehe. Nog meer. Dus gewoon al die poppetjes verslaan. En dan achter elke deur moet je even kijken. Want dan zit er één zo'n kind. Oh. Ook over de tafel heen. Of over de piano heen. Dat vind ik ook wel vet dat je dat van dat spel dat er zo in heeft gedaan. Boom, trap omlaag. Ik moet er nog één. Oh, daar was hij. Nou, dat was simpel. Boom, laatste gevonden. En dan komt het aapje, Bubbles. En die wijst waar je heen moet. En in dit geval hoef ik alleen maar naar rechts te lopen. Over de piano heen. Oh, dat is de baas. Haha, you'll never catch me. Nu komen er allemaal vijanden en die moet je gewoon eventjes allemaal stuk voor stuk verslaan. En echt alles is gewoon door Michael Jackson gedaan. De moves. De stage, even kijken. De muziek is natuurlijk allemaal van Michael Jackson. Dus als je niet, als je al geen zin op een bad guys te verslaan, kun je altijd nog karaoke doen. Round 2. Elke stage heeft 3 rounds. Dit spel is gemaakt naar aanleiding van de film Moonwalker. En als je de film hebt gezien, dan herken je ook heel veel dingen terug. Hij heeft ook inderdaad dit mooie witte pak aan met die witte hoed. Die je ook trouwens ziet in de clip Smooth Criminal. Die is ook dus de teamsong dan weer daarvan. En ik heb er alweer één gevonden. Trappetje op. Hey. Hup, laat me gaan. Hup, weg ermee. Dus ik denk, yes, gevonden. Dat was hem. Dat was de laatste weer. Waar moet ik heen? Rechts. Oh, ik was wel. Dit zijn net iets andere. Oh, dit schieten. Red ik het. Net gered. Wat moet je van me? Michael. Oh ja, kan ook. Kijk dan, zeg je dat? Ik gooi hem op mijn hoed eventjes. Ik ben sowieso altijd opgegroeid als grote fan van Michael Jackson eigenlijk. Zoveel goede nummers heeft hij ook. Vraag maar gewoon af. Welk nummer vind jij het beste van Michael Jackson? Laat het me even weten in de comments. Vind ik wel leuk om te weten eigenlijk. Of luister je helemaal niet Michael Jackson? Oh, wacht, ik heb nog iets leuks. Is ook leuk. Wee! En dan zijn weer van die moves die net wel weer levens kosten. Ga opzij. Opzij. Zit er één hier? Yes, nog 2. Bla bla bla. Hoi. Bla bla. Oké, laatste gevecht van deze stage. Kijk of ik het red. Oh, deze springen. Wordt steeds gevaarlijker. Dat was het. Klein meisje. Michael! 2 minuten 56 heb ik overgenomen. Round 2 on the streets.
Kijk, we gaan eruit. Klap 30. Weer een mooi nummer. Bommen! We hebben nu dus bommen, hondjes zijn er opeens bijgekomen. Hartstikke gevaarlijk wordt het allemaal. Come around here. You better disappear. Just beat it. Oh shit, wat was dat? Beat it. Doesn't matter. Oh, it's wrong or right. Just beat it. Just beat it. Beat it. Just beat it. Dang! Kom op, waarom kan ik dit niet? Hoppa. Nog een keer. Beat it. Just beat it. Hey, ring. Kan ik hier naar beneden? Yeah. Hier zit vast de laatste namelijk. Hond, wel. Nee, een bom. Yes, de laatste. Yes, de laatste. Geweldig, die baslijn altijd in die nummers, man, van hem. En daar is hij weer. Ha, he'll never catch me. Wat krijgen we nu? Street Thugs. Even spinnen en zo. Hoppa, die hoed gewoon naar je toe. De laatste. Bats. Binnen de tijd? Kijk, binnen de tijd. Oeh! Volgende level, ben je weer een stapje verder, ben je bij de garage. En nu zit ze niet meer achter de deuren natuurlijk, nu kan ze in de kofferbak zitten. Nee. Nee. Yes, heb ik eentje gevonden. Maar zo ben je dus de hele tijd bezig. Hondje, ga dood. Het leuke is, lift omhoog, helemaal omhoog, omlaag. En dat was hem alweer. Dus Mike, wat vond je ervan? Nou, dankjewel dat je het vraagt. Ik vond het dus een heel vet spel. Ver voor zijn tijd al. Al die dingen van Michael Jackson zo vet. En dat hij ook er echt zelf aan heeft gewerkt. Heel, heel tof. En daarom geef ik 5 Mikey's. Hey, Michael! You're in strafbaar. That's no criminal. Like it, share it, subscribe en alles. En dan zien we je de volgende keer weer. Old School for Life. www.nl gamereviews.nl Klik erop en check je shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check je shit of game over. www.nl gamereviews.nl Klik erop en check je shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check je shit of game over.